Tijdens het openingscollege van het FHR Instituut voor Higher Education werd de aandacht gevestigd op de groeiende wereldwijde onzekerheid en machtsstrijd. Volgens rector Hans Limapo bevinden we ons in een tijd waarin structurele ongelijkheid en de bedreiging van de leefbaarheid van de planeet desastreuze proporties aannemen. Terwijl dit gaande is, ligt de focus in Suriname op de economische mogelijkheden die de ontwikkeling van olie- en gaswinning offshore met zich meebrengt. Maar onze ervaring met de exploitatie van bauxiet en goud indiceert de behoefte aan bewustwording van de noodzaak om tegelijk nauwgezet te voldoen aan de voorwaarden voor een zorgvuldige realisatie van dit potentieel. Een van die voorwaarden is commitment aan het algemeen belang, in plaats van een geprivilegeerd eigenbelang. Vandaag hebben we als centraal thema gekozen voor transformatief denken als strategie om verandering tot stand te brengen en af te rekenen met de cultuur van afhankelijkheid die als koloniale erfenis de samenleving nog steeds domineert en corrumpeert. Verder werd het belang van transformatief denken in het hoger onderwijs benadrukt. Hij zegt verder dat het begrijpen van de betekenis van onze ervaringen essentieel is voor onze menselijkheid. Volgens Limapo is deze reflectie op wat we doormaken een belangrijke voorwaarde voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het begrijpen van de betekenis van je ervaringen is een wezenlijke voorwaarde van de menselijke conditie. Het mens zijn. En dat begrijpen gebeurt aan de hand van referentiekaders. Referentiekaders zijn samenhangende bundels van verbanden, begrippen, waarden, gevoelens en door ervaring aangeleerde reacties. Ze definiëren de wereld van elk van ons. Ieder zijn wereld wordt gedefinieerd door zijn eigen referentiekader, hoe je tegen de wereld aankijkt. En geeft richting aan ons denken en doen. Van jullie, strakjes hoger opgeleiden, wordt verwacht dat jullie niet kritiekloos de referentiekaders van anderen overnemen. Ook al zijn dat gezaghebbende mensen, zoals docenten en politici. Ten slotte legde de rector de nadruk op het belang van autonoom en transformatief denken. Het openingscollege van FHR is gehouden in de Grote Stadskerk aan de Steenbakkerijstraat.